Je maakt met je lichaam heel wat draaiende beweging, dus er is sprake van momenten. We gaan een aantal van die momenten bekijken. Oké, dit is duidelijk geen lichaam, maar een vierkant. Ik heb het even nodig om iets over het zwaartepunt te zeggen. Die ligt bij een vierkant precies in het midden. Zwaartepunt is het aangrijppunt van de zwaartekracht. Ook bij een cirkel ligt het zwaartepunt weer precies in het midden en is dus ook weer het aangrijppunt van de zwaartekracht. Het zwaartepunt echter ligt niet altijd in het voorwerp zelf. Kijk, in dit geval ligt het er iets buiten. Dat betekent dus dat het aangrijppunt op dit voorwerp ook buiten het voorwerp zelf ligt. Dit kan ook bij een gebogen lichaam gebeuren. Bij een rechtopstaand lichaam niet. Maar waar het dan ligt is ook niet altijd gelijk. Het hangt af of je man of vrouw bent en ook de leeftijd speelt een rol. Normaal ligt het zwaartepunt daar. Maar stel je voor je doet de handen omhoog, dan zul je je massa omhoog brengen en betekent dus dat het zwaartepunt ook omhoog gaat. En als je voorover buigt, gaat de massa een stuk naar beneden en naar voren en dus gaat het zwaartepunt ook naar voren en wat naar beneden toe. In ieder geval blijft het lichaam wel in evenwicht, want het zwaartepunt blijft boven het steunvlak. Hier staat het lichaam niet op de benen, maar op de armen. We kijken eerst eens alleen naar de benen. De benen steunen niet ergens op en als je zwaartepunt van alleen de benen bekijkt, zie je dat de benen willen gaan draaien rond het draaipunt en het draaipunt is in dit geval de heup. Schematisch gebeurt het volgende. Er ontstaat een rechtsdraaiend moment. Dus om de benen keurig recht te houden, is een linksdraaiend moment nodig. De spieren hiervoor nodig zijn je buikspieren, die aan de bovenkant van je bovenbeen vastzitten. Daar is dus het aangrijppunt van de spierkracht. Vlak bij het draaipunt, oftewel een korte arm. En dus is hier een flink grotere kracht nodig dan de zwaartekracht. Situatie 2. We bekijken even naar het hele lichaam. Het zwaartepunt van het hele lichaam ligt buiten het lichaam zelf. Het lichaam zou willen draaien rond het schoudergewicht. Weer even een schematisch weergave gebeurt het volgende. Het gaat om het schoudergewicht draaien. Dus weer een rechtsdraaiend moment dat opgegeven moet worden door een linksdraaiend moment. Dit moment wordt nu geleverd door de borstspieren. Ook hier is weer sprake van een korte arm, dus ook hier heb je weer een grote kracht nodig.